Het is vandaag dinsdag en het is knap weer. Ik heb het zonnescherm uit. Het is scherpe lucht. Het zonnetje schijnt. Het schommelt tussen 22 en 21 graden in. Ja, lieve vrienden, ik zit even Maarten van der Weijden te volgen. Althans, we. Tenminste, ik sowieso. Maar er zitten er nog twee hoor hier. Ja. Hij is nou aan het fietsen. En dat moet 200 kilometer worden, oftewel de Elfstedentocht. Hallo lieve vrienden, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. Ja, en het is een hele, hele mooie dag. Hey Rijka, hallo. Het is vandaag dinsdag en het is knap weer. Ik heb het zonnescherm uit. Het is scherpe lucht. Het zonnetje schijnt. Het schommelt tussen 22 en 21 graden in. Marcel die is even de stad in, want die moet nieuwe broek ruilen. Ja, ik zit te zoeken naar mijn oorbellen, welke ik eigenlijk in wil hebben. Ja, dat moet ook gebeuren, hè? Ik doe lekker mijn zwaardjes in, met mijn manetjes en mijn sterretjes. Dat zit allemaal bij elkaar. En dat is er één. En dan moet ik mijn andere zien te vinden. Oh, die valt. Dat was niet de bedoeling, hoor. Waar is die andere nou? Is die andere niet eens? Is die ook gevallen dan? Kan allemaal zomaar. Ja, dus. Die was gevallen. Ja, kan gebeuren. Maar in ieder geval, nogmaals een hele, hele fijne, liefdevolle middag gewenst. Uiteraard, het is vandaag dinsdag, had ik al gezegd, want Willy die komt. Het is de 22e van de 6e 2023 en we leven om 12 uur 28, zegt hij. Ja. Dat, dat komt helemaal goed, lieve vrienden. Ja, ik ben gelijk eventjes bezig. Mijn oorbellen zitten er nou ook in. Papiertjes, wat voor papiertjes, ik weet het allemaal niet. Dan kan ik die weer ophangen, die viel. Voilà, die moet ik mee hebben. Ik ga dus ook de meisjes uitlaten. En ik zet mijn telefoon altijd op een loopapp van Samsung Hield. En dat stimuleert mij ook om dus te lopen. Ook wel iets verder te willen, te kunnen gaan lopen dan normaal. Het is wel zo, ik wil proberen als het weer goed blijft, om als, want Willy die komt en Cindy die komt. Maar eerst komt Willy, daarna even zien, moet ik even kijken op de tijd. 15:45 komt Cindy, dat is mijn begeleidster. Die komt deze week voor het laatst, want de andere week is Erwin weer thuis, terug. En ja, dan zien we dan wel weer. En ik heb nog even met Cindy te doen. En Karin, dat zijn geen vieze vlekken. Nee, dat is van dat beschermlaagje. Die slijt ook. Ja. Ja, ik kan er niks aan doen. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie gewoon doen. En geniet ook een beetje met mij mee. En met mijn meisjes. En natuurlijk Marcel. En ja. Met iedereen. Gewoon meegenieten. Ja, dat is gewoon leuk. Met elkaar gewoon gaan genieten. Met elkaar. Ja. Dan is het gewoon heel erg fijn. Ja, toch? Ik vind het wel. Dus ik zou zeggen. Ja, wat zou ik zeggen? Doe je ding. Ja. En tot later. Ja, lieve vrienden. Ik zit even Maarten van der Weijden te volgen. Althans, we. Tenminste, ik sowieso. Maar er zitten er nog twee hoor hier, ja. Hij is nou aan het fietsen. En dat moet 200 kilometer worden. Oftewel de Elfstedentocht. Hij heeft net sowieso een stempel gehad op een hele grote kaart. Dus ja, hij doet het weer geweldig. En woon je in Friesland? En heb je de politie nodig? Nou, dan kan je er naar fluiten. Want de politie die heeft het al druk genoeg met Maarten. Ja.
een heleboel politie bij hem, op kruisingen, et cetera. Ja. Maar het is weer gigantisch mooi. Dus Maarten, zet hem op! Ja, ja.